Het is mama tijd. Goedemorgen, het is woensdag. Moest even nadenken. En we staan op het punt om de deur uit te gaan. Ik heb een afspraak en Sarah gaat even bij mijn moeder spelen. Nog niet. Nou, we gaan over 3 minuten moeten we weg zijn, dus. Nu nog niet, nee. Maar goed, even mijn laatste spullen pakken en dan gaan we. En er ligt gewoon sneeuw. Het is wel 10 graden. Fijn. Afspraak gehad. Ik ga nu richting mijn moeder. Waar Sarah natuurlijk is. Dan drink ik nog even een drankje of zo. En de sneeuw is trouwens helemaal weg. Net lag overal echt gewoon sneeuw. Dat ik echt dacht, wauw. Dat had ik niet verwacht. Maar het is ook nu 8 graden. In ieder geval, ik zei vanochtend 10 graden, maar dat is natuurlijk 's middags. Het is nu nog in de ochtend. Het is blauwer, wat zachter. Het is zo vochtig weer, ook door al die sneeuw. Er liggen overal plassen. Maar goed, ik ben trouwens niet echt heel erg wakker. Maar, ik heb gewoon altijd moeite om heel wakker te zijn in de ochtend. We zijn weer thuis, zeg eens gelijk met kindjes in de straat aan het buiten spelen. Dus die heeft helemaal net zin. Het weer is wel echt lekkerder nu. Geen sneeuw meer, ze allemaal weggesmolten. Dus ik ga even snel een wasje draaien en wat strijken. En allemaal dat soort dingetjes die ook moeten gebeuren. Het is mama tijd. Sarah die ligt te slapen en ik ben vanavond alleen. Ik begin de avond gewoon even lekker met een theetje en wat televisie. Dan zo even wat editen en ik weet nog niet. Gewoon even een relax avondje eigenlijk. Ik heb momenteel echt, ik loop gewoon elke keer vast. Ik wil heel veel, maar ik moet gewoon wachten en dan ben ik slecht in. En dan krijg ik een soort kortsluiting in mijn hoofd. En dan denk ik, ja, ik moet gewoon weer even teruggaan. Het geduld ziet jij de camera kopjes te geven. Als je denkt, waarom gaat het beeld zo heen en weer? Dat doet deze eigenwijze dame. Ja, ga maar liggen. En het gaat wel beter met haar. Ze moet nog wel flink aankomen. En dat komt door die schildklier. Maar qua gedrag wordt ze helemaal de oude. En langzaam merken we dat je aankomt, hè. Ja, dan gaan we je bijna weer. Krijg je bloedonderzoek. Gaan we kijken of je medicatie helemaal goed is. Goed zo. Gaan we samen even tv kijken. Dat is ook wel gezellig. Nou, ik heb heel de avond eigenlijk niks zinnigs gedaan. Ik heb mijn make-up er nu wel afgehaald. En mijn tanden gepoetst. Nog even mijn gezicht goed insmeren. En dan ga ik lekker slapen. Daar heb ik eigenlijk best wel veel zin in. En morgen zou ik met z'n wat gaan doen, maar en nog een vriendin met kindjes, maar die afspraak is verzet, dus ik weet nog niet wat de planning is. Sarah wil zo gaan naar Monkentown en dat zouden we morgen gaan doen, maar even kijken hoe het nu gaat lopen. Het is zo lekker altijd als je gezicht ermee ingesmeerd is, dan voelt je huid zoveel lekkerder. Maar ik had geen zin om oogcrème te doen, dus ik heb nu gewoon deze crème ook bij mijn ogen gesmeerd. Deze voelt wel lekker, dus kan wel voor een keertje. Ik wil nog wel de vlog even afsluiten. Bedankt voor het kijken, vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen weer. Doei doei!